Hoe ziet het Sociaal Advocatenkantoor van de toekomst eruit? Op donderdag 12 oktober heeft Innova een innovatieontbijt georganiseerd waarin dat onderwerp centraal stond. Het is een onderwerp dat voor ons heel belangrijk is. Wat is er nodig om het vak aantrekkelijk te houden en toekomstbestendig? Ongeveer 50 advocaten en stakeholders dachten daarover met ons mee. Om de Nova en de aanwezige advocaten te inspireren, gaven interessante sprekers hun visie op het Sociaal Advocatenkantoor van de toekomst. Het Sociaal Advocatenkantoor van de toekomst heeft voldoende jonge aanwas en ook voldoende middelen om deze jonge aanwas binnen te halen en te behouden. Het Sociaal Advocatenkantoor van de toekomst wendt alle nieuwe technieken en innovatie aan om juist het contact met de cliënt face-to-face weer mogelijk te maken en te verdiepen. Het Sociaal Advocatenkantoor van de toekomst zal veel meer ondersteund worden door technologie in de toekomst. Het Sociaal Advocatenkantoor van de toekomst is gespecialiseerd en heeft een heldere bedrijfsstrategie. Het Sociaal Advocatenkantoor van de toekomst moet veel specialisme hebben. Ook gingen we uiteen in brainstormsessies en keken we samen 10 jaar vooruit. De Nova gaat met deze ideeën en visies verder aan de slag. Mocht u ook inspirerende ideeën hebben, laat het ons weten. Dat kan op het e-mailadres dat nu in beeld verschijnt.